Ik zal u een klein stukje van mijn tuintje laten zien. Hele mooie bomen, prachtige tuin met vijver en de eekhoorntjes springen heerlijk door de bomen. Opzij, 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 maak plaats, maak plaats, maak plaats, wij hebben ongelofelijke haast. Opzij, 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 want wij zijn haast te laat, we hebben maar een paar minuten tijd. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, halen, opstaan en weer doorgaan. Dit is ons binnentuintje, waar ik het meeste zelf voor gezorgd heb en wat ik bijhoud met de bloemen. I never promised you a rose garden. Mijn tabletjes die hebben me eigenlijk mijn leven teruggegeven. Ik was eerst in een ander ziekenhuis, maar helaas, toen kon ik helemaal niks meer van de medicijnen. Ik ben toen overgestapt naar een ander ziekenhuis en die hebben mij de medicijnen veranderd. En ik heb nu weer een heerlijk leven. Al een jaar of 10 lang kan ik eigenlijk redelijk veel doen. Ik heb natuurlijk mijn beperkingen, maar ik heb ook heel veel leuke dingen die ik nog wel kan doen. Ik heb wel eenmaal een ablaasje gehad in het ziekenhuis. Heeft wel even geholpen, maar helaas niet van lange duur. De ritmestoornissen komen nu nog wel eens voor en dat is soms heel verschillend. De ene keer heb ik er 6 keer per jaar last van. En de andere keer maar 2 of 3. Dat waar het van komt, weet je nooit. Komt meestal onverwachts. Maar ook heel vaak als je 's avonds in rust op je bed ligt dat het dan toeslaat. Wij wonen hier gezamenlijk met, we hebben 20 appartementjes. We hebben een gezamenlijke binnentuin. En de plantjes die we dit jaar voor het eerst hebben mogen plaatsen van de bouwvereniging, die verzorg ik nog allemaal zelf. We hebben de bakken lekker weggewerkt met een schutting en een gouden regen. Groeit prima. Het volgend jaar is ons hokje helemaal overdekt met mooie blauwe gouden regen. Dit was mijn verhaal. Als u ook uw verhaal wilt vertellen, laat dat dan even weten bij Hartvolleurs.